mijn naam is Joep Hutsmakers, hoofdmedia e-commerce bij Marktplaats Zakelijk. Oké, het congresthema van dit jaar is Reinventing Retail. Wat draagt Marktplaats Zakelijk bij aan het opnieuw uitvinden van de retail? Wat zijn jullie innovaties eigenlijk? Ja, bij Marktplaats zijn we continu bezig met innovatie als het gaat om het bij elkaar brengen van kopers en verkopers. Een mooi voorbeeld daarvan is Marktplaats Outlet, eind vorig jaar gelanceerd. Marktplaats Outlet is een omgeving waar A-merken en A-retailers hun outletproducten aan de man kunnen brengen. Je kan je voorstellen, door de groei van e-commerce is er ook eigenlijk een groei van retouren. En de retailer zit daarmee opgezadeld. En zoekt naar oplossingen waarmee die retouren, die op dit moment een kostenplaatje zijn, veel plekken innemen in het magazijn. Zoek naar oplossingen om die op de juiste plek aan de man te kunnen brengen, zonder dat het cannibaliseert op de bestaande nieuwe producten. Daarnaast, de marktplaats gebruiker is continu op zoek naar een goede prijs-kwaliteit verhouding, een goede deal. En daarmee speelt het outletproduct ook direct op in. Het zijn eigenlijk de tweedehands prijzen met de garantie van nieuw. Vorig jaar gelanceerd, we zijn nu een aantal maanden verder en we kunnen ook terugkijken op het succes. En wat blijkt dat het bezoek aan een outlet advertentie ongeveer 5 keer hoger ligt dan de gemiddelde advertentie op Marktplaats. En vandaag hier bij What's Going On in Retail hebben we straks ook nog een sessie samen met een van de launching partners, Philips, om daar diep op in te gaan. Oké. En we zijn op dit moment in de Amsterdam Arena, dus where retail champions rise. Welke retailer is volgens u nou echt een absolute kampioen of wordt een kampioen van de toekomst? Ja, eentje die bij me opkomt is Mediamarkt. Ik vind dat Mediamarkt een hele mooie en goede vertaling heeft gedaan van online naar de winkelvloer. In dit geval zien zij dat voor de schappen consumenten eigenlijk continu bezig zijn met hun mobiel en een vergelijkingsapp om prijzen te vergelijken, prijsinformatie op te halen. En door middel van hun dynamische digitale prijskaartjes halen ze dat eigenlijk weg bij de consument en laten ze zien dat ze daar proactief op inspelen. Oké. En hoe ziet u verder de toekomst van de Nederlandse retail? En welke rol spelen e-commerce en mobile daarin? Ja. Allereerst in zijn algemeenheid, retail, zie ik drie dingen gebeuren. Allereerst gaat het om persoonlijke aanpak. Die draait allemaal om inspiratie. Ten tweede wordt het allemaal gedreven door data en ten derde wordt het aangejaagd door mobiel. Specifiek voor Nederland, voor de Nederlandse retail ben ik optimistisch gestemd. Ik denk dat we met z'n allen steeds beter begrijpen dat de consument in de driver's seat zit. Ik denk dat we ook met z'n allen steeds beter begrijpen hoe we daarop in moeten spelen. Door middel van inspiratie, door middel van het direct aankoopbaar maken van inspiratie en door middel van het direct leveren, in ieder geval op maat leveren van die aankoop. Het allerbelangrijkste, wat er eigenlijk aan ten grondslag ligt, is kennis van de klant. Eigenlijk totale kennis van de klant door middel van data. Op het persoonlijke af. Want alleen dan kun je inspelen op een stukje inspiratie wat heel erg persoonsgebonden is. Kun je inspelen op een stukje specifieke smaak van je klant. Oké.